Schorpioen, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de mandala. En deze week is het voor week nummer 11. En dat is van maandag 9 maart tot en met zondag 15 maart. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor Schorpioen gaat brengen. Dan lijkt het Schorpioen alsof je deze week het gevoel hebt dat er eigenlijk wat dingen moeten veranderen. Je lijkt zelf in eerste instantie heel erg tevreden te zijn met de situatie zoals die is, maar er verandert iets omdat het lijkt alsof de omgeving daar heel anders over denkt. En dat is een stukje wat je in eerste instantie niet helemaal goed kan begrijpen, maar op het moment dat je erover gaat praten, zul je eigenlijk merken dat je er heel goed achter kan staan. En dat zorgt eigenlijk voor een bepaalde groei bij jou en jouw omgeving. Waarvan je in eerste instantie de mogelijkheden niet ziet, maar op het moment dat je er anders naar gaat kijken en het gesprek aangaat, eigenlijk ineens ziet dat er zeker dingen kunnen veranderen en dat er dingen zelfs beter kunnen worden op het moment dat je daar wat aandacht aan geeft. En soms zijn er momenten dat je even niet zo prettig voelt. Dat zijn juist de momenten die geschikt zijn om een groei in werking te zetten. Neem dat voor jezelf mee deze week, zou ik zeggen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.